Hey, Twente komt hier op 1-0 voor rust. Een minuut later, jij met een ongelooflijk grote kans. Die je ook ongelooflijk verknald eigenlijk. Hè? Ja. Ik dacht, laat ik hem met mijn buitenkant. Omdat ik zag dat de keeper wat uit zijn goal stond. Maar ik raakte hem echt totaal verkeerd. Echt totaal. Maar ik had hem naar Danny moeten spelen. Zelf moet je Erwin Mulder bedanken dat je maar met 1-0 achterstand de rust in gaat. Want het had ook zomaar 2-3-0 kunnen zijn. Want zelf heb je voor mij niet geen kans gehad in de eerste helft. Een afstandsschot van Luc. Maar dat is goed geprobeerd. Maar echt kans hadden we natuurlijk niet. In de tweede helft kreeg Boskert iets drukker. Ja, de eerste helft was moeilijk. We konden niet echt, echt druk zetten. Ik had het ook zelf heel zwaar, de eerste helft. Want ik stond tegen twee beren van verdedigers en de tweede helft hebben we echt met veel strijd, passie en keihard gewerkt en nu een mooi resultaat. Ja, we maakten het veld te groot en daar kwam veel ruimte en hadden we het moeilijk. Ze hebben goede spelers voorin en op middenveld en hadden we moeite mee, maar ik denk dat we de tweede helft heel goed hebben opgepakt en uiteindelijk toch die overwinning eruit hebben gesleept. Wat voor gevoel leeft er nou in de kleedkamer in de rust? Ja, toch dat het anders moet en dat we uit een ander vaatje moeten schippen. Gelukkig hebben we dat gedaan en we gingen gewoon met z'n allen erachter staan. Gelukkig hebben we dan ook nog gewonnen. Ik heb natuurlijk gezien dat we de eerste helft weinig initiatief hadden op basis van het feit dat we met name te ver terugliepen. Hè? Dat we niet het drukmoment herkenden. Hè? Luc maakte steeds de loopactie, alleen van buiten werd er niet op tijd naar binnen gekomen. En de tweede helft heb ik dus besloten om in ieder geval het centrum vast te zetten en de bal te dwingen naar een bek. Nou, dat heeft het team ongelooflijk goed uitgevoerd en hebben we de wedstrijd op basis van de tweede helft geheel terecht gewonnen. Als je ziet hoe zij de eerste helft spelen, dat is gewoon... Ik denk de aanstaande landskampioen en zo hebben ze denk ik ook gespeeld. Alleen je ziet wel van, dat wij de eerste helft gewoon het tweede helft moesten doen. En gewoon druk op die gasten zetten. En dan zie je dat zij ook daar niet uitkomen. Weet je. En als we zo tegen elke ploeg spelen, denken we dat we iedereen wel kunnen verslaan.
krijgt, dan wordt het een stuk makkelijker om te voetballen als spits. En dat was de tweede helft het geval, dat we echt een duidelijke visie hadden de bal zo snel mogelijk bij mij en bij Luc te brengen. En vandaar, tenminste niet op het tenminste met lange ballen, maar wel gewoon vanuit voetballen. En ja, dan zie je dat soms voetbal heel makkelijker zijn als iedereen wel hetzelfde doel voor ogen heeft. En dat is gewoon proberen een goal te maken en dat maakt niet uit wie. En als je twee spitsen, vooral eentje moet je het al ballen erin pompen. En met twee spitsen moet je helemaal natuurlijk voorzetten geven. We lieten één back vrij en van daaruit gingen we druk zetten met z'n allen. En ja, dat zie je wel. Luc maakt in de eerste helft mee, wat ik bijvoorbeeld afgelopen zaterdag bij Fase meemaakte. Dat je tussen de twee verdedigers in blijft rennen, alleen je hebt nooit de bal. En als je het gezamenlijk doet, dan zag je de tweede helft. Ja, dan zag je hoe snel we ook vaak de bal hadden. En dat we dan die gaven we ook niet snel weg, omdat we bleven voetballen, ook op het moment dat we de bal veroverden. En dan, dan laten we zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. En ja, iedereen weet natuurlijk, als ik ballen krijg om een goal te schieten. Ja. Vandaag hadden we er ook zo met 3 in kunnen gaan. Niet dat 3 in hadden moeten gaan, maar met een beetje geluk vliegen de 3 in. Maar dat is ook prima, dan bewaren die wel voor de finale. Ja, Roy, ja. Nu begrijp ik waarom die das van Tom is. Nu begrijp ik het. Dat is echt, ja, een hele goede spits. Echt. Echt een hele goede spits. Yeah.